Deze week vond een nieuwe en meest memorabele reis in het leven van de dappere man Ewout Genemans plaats. Hij duikt in de duistere wereld van ter dood veroordeelden in de Verenigde Staten. In bijzondere gevallen mag hij een ter dood veroordeelde gevangene interviewen. Op weg naar de dodencel, waar ter dood veroordeelde criminelen worden vastgehouden, werd Ewout zenuwachtig. Vandaag was de dag dat we daadwerkelijk de gevangenis in mochten, onder strikte voorwaarden. Ik heb veel interessante dingen meegemaakt, maar deze keer is erg interessant. Bij aankomst werden Ewout en de groep grondig geïnspecteerd. Ewout zat toen in een van de strengst beveiligde gevangenissen van de Verenigde Staten. Overal staan hekken. Dit is een plek waar gedetineerden niemand kunnen zien, tenzij iemand op bezoek mag komen. Binnen hing een trieste sfeer en de sfeer onder het personeel was niet bepaald vrolijk. Iedereen is streng en opvliegend. Ewout en een gevangenisbewaker arriveerden op de plaats van het interview. Om de veiligheid van Ewout te garanderen, mag hij via een telefoon en een bril een gedetineerde interviewen in afwachting van zijn dood. Ewout praat met Annabel Cabales, die een maand na het interview de zwaarste straf krijgt. Hij bracht meer dan 22 jaar in de gevangenis door vanwege zijn veroordeling in 1997 wegens het wurgen van een medegevangene. Sindsdien wacht hij op zijn executie. De sfeer van het interview was vrij ontspannen totdat Ewout vroeg of Annabel bang was dat hij zou worden geëxecuteerd. Natuurlijk zou ik er bang van worden, het zou waarschijnlijk een vreselijke pijn zijn. Niemand wil de laatste momenten van het leven met zoveel pijn doorbrengen. Toen Ewout vroeg of de executie gerechtvaardigd was, antwoordde de gedetineerde resoluut: "Nee, dit heb ik niet gedaan. Ik doe er alles aan om het te bewijzen." Voordat Ewout zijn interview met Annabel afrondde, gaf de gevangene advies aan de gastheer. Leef één dag, maak elke dag mooi. Vertel de mensen van wie je houdt hoeveel ze voor je betekenen. Na het interview voelde Ewout zich in de war. Annabels woorden raakten hem. Of hij het nu deed of niet, de manier waarop hij over zijn situatie sprak was indrukwekkend. Ik kan dit respecteren.